verdachte wordt verdacht van 21 strafbare feiten die hier kort feitelijk zullen worden benoemd. Een drietal aangevers hebben laten weten dat zij omwille van hun privacy niet willen dat hun naam wordt genoemd op zitting. Het OM zal deze wens respecteren en die namen ook niet ter zitting uitspreken. En het gaat niet om drie, maar om twee personen. Feit 1 en 2. Dat hij in de periode van juni 1996 tot en met maart 2000 opzettelijk mevrouw Vial in een hulpeloze toestand heeft gebracht en gelaten, ten gevolge waarvan zij is komen te overlijden. Tevens wordt hem verweten dat hij de gezondheid van mevrouw Vial opzettelijk heeft benadeeld, ten gevolge waarvan zij is komen te overlijden. Feiten 3 tot en met 17. Dat hij in de periode van februari 1998 tot en met december 2009 de heer De Haan, de heer Van Losser, de heer Mulder, de heer X, mevrouw Freulich, mevrouw Ey, de heer Weijers en de heer El Haddad in een hulpeloze toestand heeft gebracht en gelaten, ten gevolge waarvan zij zwaar lichamelijk letsel en psychisch letsel hebben opgelopen. Tevens wordt hem verweten dat hij de gezondheid van deze personen opzettelijk heeft benadeeld, ten gevolge waarvan zij zwaar lichamelijk letsel en psychisch letsel hebben opgelopen. Dit laatste feit geldt voor al deze personen, met uitzondering van de heer El Haddad, omdat dat feit was verjaard. Dit letsel hebben de genoemde personen van de feiten 1 tot en met 17 opgelopen, omdat verdachten bij deze personen een onjuiste diagnose, en in de meeste gevallen ging het om Alzheimer, had gesteld en aan die diagnose heeft vastgehouden, en of uitslagen van nadien uitgevoerde gevalideerde medische onderzoeken die pleiten tegen het bestaan van de ziekte heeft genegeerd, dan wel zijn diagnose niet heeft bijgesteld of heeft heroverwegen. En of aan deze mensen zonder de verplichte MSE-test en met behulp van valselijk opgemaakte machtigingsformulieren het geneesmiddel Exelon heeft voorgeschreven en of onvoldoende acht heeft geslagen op de bijwerkingen die na inname van het middel Exelon werden gemeld en of in strijd met de geldende richtlijnen en protocollen geen zorg heeft gedragen voor een follow-up van de gestelde diagnose en voorgeschreven geneesmiddelen. Feit 18. Diefstal van één of meer receptenblokken van neuroloog Niehorn op 8 december 2003. Feit 19. Dat hij in de periode van mei 2000 tot en met december 2004 een aantal, en op de telastligging staan er 11 beschreven, machtigingsformulieren die nodig voor de aanvraag en de vergoeding van het geneesmiddel Exelon waren, valselijk heeft opgemaakt door een fictieve, zogenaamde MMSE-score te vermelden. Vervolgens zijn deze formulieren ingediend bij de zorgverzekeraar voor de aanvraag en vergoeding van het geneesmiddel Exelon. Feit 20. Dat hij in de periode van januari 2003 tot en met januari 2005 meermalen, in strijd met de waarheid, recepten heeft uitgeschreven en opgemaakt ter verkrijging van geneesmiddelen, zoals vermeld op lijst 2 van de opiumwet. En de vervalsing bestond eruit het receptenpapier van een andere arts te gebruiken en te voorzien van een valse handtekening, en vervolgens deze vervalste recepten in te leveren bij een apotheek ter verkrijging van die voorgeschreven medicatie. Feit 21. Dat hij in de periode van februari 2000 tot en met december 2005 een bedrag van ruim 88.000 euro heeft verduisterd, en dit bedrag behoorde toe aan de stichting Lewy Body Project. Dat waren de feiten die ik wilde voordragen.